Welkom bij een van de eerste zomerwerkstukjes die ik deze zomer ga maken. Hoeveel? Weet ik niet precies. Maar het gaat wel steeds over gaming slash de zomer. En het eerste wat, waarvan ik dacht dat het logisch was om het over te hebben, is over hoe uitgevers, hoe publishers omgaan met de zomer. En dan bedoel ik juli augustus. Hoe denken zij dat jullie. Omgaan met de zomer. Gamen jullie veel? Kopen jullie veel games? Gamen jullie helemaal niet? Heb je geen geld meer over? Omdat alles uh, in breezes omgaat en uh, uh, bakootjes op het strand. Ik weet het allemaal niet. Maar zij moeten dat wel weten. Want anders kunnen ze namelijk gewoon geen plannen maken over hoe wat uh, moet gaan gebeuren in die twee maanden. Nou goed, en als je dan gewoon de afgelopen jaren in de gaten houdt, dan weet je eigenlijk een klein beetje dat. Ze denken op dit moment, dat is wat ze doen, dat de zomermaanden niet geschikt zijn om games te verkopen. Oftewel, zij denken: jullie gamen niet, of jullie hebben geen interesse in nieuwe vette games in de zomermaanden, want jullie doen andere dingen. En ik wilde wel eens weten of dat zo was, omdat ik zelf best wel vaak game uh, in de zomer. Ik heb wat meer vrije tijd. Uh, op een gegeven moment gaat de zon onder en dan ga ik naar binnen. Of ik kan ook niet 24 uur per dag. Of in ieder geval overdag dan 12 uur lang in de zon blijven liggen. Dus overdag zou het best wel kunnen dat ik game ga spelen. Ik speel meer op de Switch. Um, het is ook niet zo dat ik dan geen interesse heb in nieuwe games. Dat het dat, dat, dat alleen maar in november is of in maart. We hebben een keer een polletje gehouden. Uh, tijdens het einde van de week. En daar zeiden ook best wel veel mensen. Dat ze in de zomer. Weliswaar wel ietsje minder game. Maar om nou te zeggen dat je. Helemaal niet game. Uh, dan heb je. Uh, de... Uh, in de zomer krijg je altijd een extra maand salaris. Hè? De, je je zomerbijlage. Uh, als je een baan hebt en veel van jullie hebben een baan, nou ja, goed, waar gaat dat geld heen? Dat, dat kan in vakantie gaan, dat kan in, uh, in, in het huis gestoken worden, dat kan in de spaarpot gaan. Maar je ziet ook veel mensen die kopen gear. Uh, nou, games is nou ook weer niet dat het uh, in één keer gewoon je hele uh, uh, zomermaand uh, bijlage in één keer opsoepeert. Dus. Waarom niet een game kopen van 70 euro? Nou, goed, het eerste wat ik gedaan heb is gewoon eens gaan kijken naar de releases. Klopt het dat Publishers inderdaad in de zomermaanden hun triple Want daar gaat het om. Er komen wel games uit, absoluut. Dat zal ik je straks ook laten zien. Maar gaat het dan uh, eigenlijk maar meer om double A en indies en niet zozeer op triple A's? Nou, goed, ik heb even een willekeurige site gepakt. Um, moet ik natuurlijk wel even zeggen welke site dat is. Dat is gamerent.com. Ik heb gewoon even gegoogeld. Game releases 2023. En de eerste beste, dus deze zullen er ongetwijfeld voor betaald hebben. Die pak ik dan gewoon even. En dan zie je dus, dit is de maand juli. Nou, daar staat zelfs hier ook nog gewoon eventjes keihard... July 2023 may not be the biggest month for gaming, but there are still some exciting releases to look forward to, to uh, such as Pikmin 4 and Disney Illusion Island. Nou, als je gewoon even kijkt en nogmaals, het gaat mij om echte Triple A games grote releases... ...waarin publishers veel geld in de marketing stoppen... ...waar heel veel hype omheen wordt gemaakt... ...etcetera, etcetera. Dat uh, zijn voor mij... Uh, ...dat is waarom het om draait. Want dat zie je wel in, in juni gebeuren... ...dat zie je in mei gebeuren, dat zie je in april gebeuren... ...dat zie je in februari gebeuren, dat zie je in... Uh, ...november gebeuren, december, in oktober. Uh, en als je dan kijkt naar deze week... ...ja, dan zie ik eigenlijk Exo Primal. Is dat een grote game? Ik denk het niet. Pikmin 4... La, nee, het is niet het vlaggenschip van Nintendo. Het is een vette game, hoor. Uh, Remnant 2 gaat ook zeker leuk zijn. En Disney Illusion Island gaat ook absoluut leuk zijn. Geen absolute triple A's. Uh, dan, als je kijkt naar Augustus. Nou, Baldur's Gate 3. Nou, die game is al 495 keer in Early Access uitgekomen. Het is een vette game, hoor. En we gaan hem hier helemaal kapot spelen. Uh, maar ik zie hem niet als een triple A. Nou, nah, semi-triple A. Atlas Fallen kan leuk worden. Geen triple A. Armored Core... Oké, okay, dat, dat is best wel een grote titel. En dat komt eigenlijk alleen maar omdat From Software in één keer een grote naam heeft gekregen. Dus het feit dat ze dat doen uh, in augustus, wel aan het eind van augustus. Hè, dan zitten we eigenlijk al in de periode dat de meeste mensen weer thuis zijn, de scholen weer begonnen zijn en mensen denken, de publishers weer zin hebben om games te spelen. Uh, dat is wel een grote uh, release, maar voor de rest. Valt het allemaal wel tegen? Nou ja, goed. Um, dat onderzoek vond ik eigenlijk nog te weinig. Ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon tien jaar terug in de tijd. Ik heb gewoon gekeken. Uh, 2013 tot en met 2022 kwamen er in de maanden juli en augustus grote AAA releases bij. Ik moet er even bij zeggen: vaste prik eigenlijk altijd in augustus. En op een gegeven moment ook juli, was uh, de Formule 1-game. Die kwam altijd uit. Uh, ongeveer halverwege. Eh, volgens mij is het 2016 dat het ermee begon. Uh, nee, ja, 2015, 10 augustus. Nou, toen zag je dat elke keer die, die Formule 1 game komt. Dat is een game die veel tractie heeft. Uh, dan heb je natuurlijk Madden. Madden is altijd augustus. Dat is al in Nederland, uh, denk ik, 3,5 paardenkop voor wakker liggen. Uh, maar in Amerika is dit huge. Uh, maar goed, uh, logisch dat het dan een beetje uitkomt. Dan zit je een beetje mid of, nou, nee, Dan begint het seizoen ook van de voetbal. Iedereen heeft er zin in. Uh, dus dan ga je hem spelen. Voor de rest ging ik kijken naar triple A releases. 2013 uh, zagen we Pikmin 3. Blijkbaar komen Pikmins altijd in augustus of juli uit. Uh, een zomermaandje, maar het zijn natuurlijk ook vrolijke bosuitjes. Uh, Saints Row 4 ja weet ik niet helemaal en uh, 20 augustus Splinter Cell Blacklist uh, opvallend dat vind ik dan wel weer een grote release uh, dat was wel in een tijd dat Ubisoft veel releases deed echt 2013 veel games door het hele jaar heen rustig 20 games die ze uitgaven dus uh, elke maand zat er wel wat bij maar grote uh, release uh, 2014 Sniper Elite en juli uh, 29 juli The Last of Us remastered het is niet de laatste versie, het is de remastered version. Uh, 29 juli, uh, 1 augustus. Killzone Shadowfall. Wel een grote titel. En 1 augustus is best wel een aparte datum. Want dat zit echt mid, mid, mid in de zomer. Uh, opvallend. En 12 augustus is een van de meest befaamde demos. Uh, PT. Um, ja, je weet al die hele griezelige demo. Uh, waarvan, als je die nog hebt staan op jouw Playstation. En je kunt het nog spelen. Dan kun je je Playstation echt voor een paar duizend euro verkopen. Uh, die kwam 12 augustus uit. Maar goed, dat is geen full release. Verder rest, helemaal niks. Uh, allemaal double A, single A uh, en heel veel indie games. Heel veel mobile games. Ook altijd wel veel remastered versions. Uh, of <laughs> edition. Vulletjes um, uh, als het ware. Uh, 2015. 6 augustus Rocket League. Uh, ik noem dat niet een AAA-titel. Maar wel een hele belangrijke release. Omdat dat eigenlijk een van de weinige e-sports games is die nieuw is. En uh, de markt heeft weten te veroveren. Uh, Journey 21 juli. Grote indie game. Fantastische indie game. En until then. Sony doet altijd nog wel wat in augustus. Maar ik noem dit toch ook niet een, een, een God of War of The Last of Us of Horizon variant. Uh, 2016 Pokémon Go. 6 juli. Daar, ja, dat was wel een raasje in de zomer. Uh, daar deed ik zelf aan mee. En 9 augustus No Man's Sky. Ook een grote titel. Dan zie je weer, weer zo'n Sony gepoeste titel. Sony is een van de weinigen die dan nog wel iets doet in augustus. Uh, 2017, 21 juli Splatoon 2. Uh, 22 augustus, uh, wederom een Sony-game: Uncharted the Lost Legacy, de stand-alone expansion. Uh, niet een volwaardige, volwaardige uh, Uncharted-game, maar toch wel echt een significante titel. Wederom in augustus. En Resident Evil Revelations kwam ook nog uit. Um, ja. Niet de beste Resident Evil die ooit gemaakt is. 2018 maar één titel die ik kon uh, ontwaren. Uh, dat is World of Warcraft Battle of Azeroth. World of Warcraft doet ook wel vaak als ze iets doen. als ze met een expansie komen. vaak toch ook nog wel in de zomer. Uh, 2019 ook maar één titel. Wolfenstein uh, Youngblood. 20, 20, 2020, toen um, ja, de coronipan, coronapandemie als het ware, huis hield en mensen thuis moesten blijven. En dus zou je kunnen zeggen, ja, uh, hartstikke lekker gamen. Uh, Ghost of Tsushima, 17 juli. Grote titel, opvallend. Zou kunnen te maken hebben met een uitstel. Heb ik dan even niet uh, geresearched. En 18 augustus, Microsoft Flight Simulator. En 2021, uh, A Plague Tale Innocence. Weet ik niet of we dat groot mogen noemen. En 2022 heb ik he helemaal niks kunnen vinden. Uh, qua grote titels. Dus... Uh, al te veel is er dus niet. Dus blijkbaar denken publishers 20 23, of, uh, 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 juli en augustus... dan moet ik mijn grote games niet uitbrengen. Want er kan maar één reden zijn, tenminste dat denk ik, ze verkopen niet. En als je dat dan zegt, uh, dan ben ik benieuwd of dat ook gestaafd kan worden aan statistieken. Is het zo dat jullie gamers thuis in juli en augustus... Geen games kopen, is dat zo? Nou goed, dan gaan we gewoon uh, uh, charts bekijken. Um, dit is een, een chart. Oh, even wachten. Dit is een chart uh, die gaat over uh, video game sales are extremely seasonal. En dit uh, is de monthly video games industry sales in the United States van 2015 tot 2000. 20. En ja, die twee rode knoeperts die de hele tijd bovenuit wil steken. Nou, ik kan het wel even uh, vinden. Uh, je gaat eigenlijk. Hier moet je beginnen. Dit is januari, februari, maart, april. Mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december. Dus deze twee maanden, november en december, elke keer laten een enorme piek zien. En dat is logisch. Um, dat zijn de maanden. Christmas, um, hoe heet dat nou? Die, die, die sales die je altijd hebt. Uh, Black Monday, uh, volgens mij. Ja, goed, ik ben even de, de, de titel kwijt. In ieder geval um, Sinterklaas, um, oud en nieuw. Al die dingen waarin mensen uh, cadeaus aan elkaar geven. Uh, het is diep winter. En uh, dan is gaming natuurlijk gewoon heel erg belangrijk voor heel veel mensen. Uh, vaak zie je ook een piek. Uh, dan moeten we even naar deze gaan. Dat is dan. Uh, september. Nou, september is bijvoorbeeld de maand waarin FIFA uitkomt. Net niets, volgens mij, Call of Duty. Uh, Madden zit dan een beetje in augustus uh, richting uh, september, dus daar zie je vaak wel een piek in. En uh, februari en maart zijn ook altijd twee uh, maanden. Dat zie je ook eigenlijk een keer echt wel uh, dat veel mensen uh, inzetten op verkoop van games en het kopen van games en waarom is dat? Ze hebben gewoon uitgerekend als jij hier een game hebt gekocht en ge of gekregen, dan kost het ongeveer vier tot acht weken dat je er klaar mee bent. Dan heb je hem of uitgespeeld of je hebt de multiplayer van A tot Z en van Z tot A helemaal uitgespeeld en dan zijn mensen weer klaar na ongeveer uh, 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 vier tot zes weken. En dan, he, dan zit je dus inderdaad in uh, februari, maart. om weer nieuwe games te gaan kopen. En dan hoppakee, dan flikkeren ze er gewoon weer een hoop nieuwe games op de markt. Uh, maar dan gaat het mij dus om. Hoe zit het dan met juli en augustus? Nou, dan gaan we even terugtellen. Als dit december is. En dan moet ik het plaatje nog wel even zien. Ja, daar is hij weer. Uh, dan is dit bijvoorbeeld. Uh, even kijken hoor. December. Dan is dit november. Dan is dit oktober. September. Uh, en dan is dit augustus en juli. Dit zijn de twee augustus en juli maanden. Dus het steeds twee streepjes overslaan en dan kom je erbij. Dan nou, dan zie je hier, dan zie je hier, uh, dan zie je ze hier, dan zie je ze hier, dan zie je ze deze twee en dan zie je ze. Uh, nou, hier kan je ze dan niet goed zien. Daar zijn ze opgehouden met meten. Als ik gewoon even heel sec naar die staafjes kijk, dan, dan is dat absoluut niet de slechtste maand. Juli en augustus is niet de slechtste maand als het gaat om verkochte games. En ik geloof niet dat in Amerika een uh, totaal ander type gamer woont dan in Europa of Azië. Dit geeft gewoon aan dat er wel degelijk games verkocht worden. Niet minder of niet meer dan bijvoorbeeld in april of mei. Sterker nog, mei ligt er vaak onder. Dus. Maar als ik naar april en mei ga, dan zie ik daar wel grote releases uh, in voorbij komen. Hoe kan dat dan? Ik, ik kan even teruggaan naar uh, videogame releases. Dan ga ik gewoon even naar uh, de maand uh, mei. Dan moet ik even naar even kijken. Ap nou, dit is april. April 2023. Even kijken. Zien we daar grote games in? Uh, Ghostwire Tokyo kwam daarin uit. Uh, die was natuurlijk al wel uitgekomen. Minecraft Legend is een grote titel. Uh, grote uitbreiding van Horizon. Uh, even kijken. Uh, Advance Wars, Dead Island. Best wel dingen. Jedi Survivor is een grote game. Mei. Uh, Redfall. Ja, flopper de flopper de flop. Uh, Hogwarts Legacy, uh, uiteindelijk dan op de gewone consoles, natuurlijk ook een grote ding. The Legend of Zelda kwam uit. Hoe dan? Een van de grootste games van het jaar. Uh, the Lord of the Rings Golem is natuurlijk een grote release. Flopt als een, als een, als een malle natuurlijk. Uh, System Shock, Company Favor. Meer games. Dus waarom hier wel en niet in juli en augustus? Is een beetje vreemd. Goed, gaan we even kijken. Um, ik ben nog wat verder gaan zoeken. Ik ben gaan kijken naar. Uh, Oké. Okay. Uh, ik wil dan weten van waar baseren ze dit op? Is het dus de verkoop van games? Nou, dan kan ik statistisch dus laten zien. Nee, in juli en augustus worden net zoveel games verkocht. Um, heeft het dan te maken met uh, even kijken waar ik dan de volgende data vandaan ga halen? Um, dan pak ik even deze. Dit is ook wel leuk om te zien. Uh, dit uh, is feitelijk de online. Purchases die uh, de gamers doen bij de verschillende merken gedurende het jaar. En dit loopt van 20 uh, februari tot 20 tot februari 21. Dit is dus redelijk recentelijk. En dan zie je hier juli en augustus. Dit als je hier naar boven gaat, dus feitelijk dat pijltje zo, dat streepje zo zal trekken. Dan zie je dus uh, wat ze bestellen bij uh, blauw is Ubisoft, geel is Nintendo, groen is Activision, rood is Electronic Arts. En Paars is Epic Games. Nou ja, dan kan je inderdaad stellen dat. Ja, hier hebben we het weer, die december januari maand. Iedereen koopt hier zijn games. En dan zie je een enorme piek in uitgaven. Ja, iedereen heeft die games binnen. En die gaat als een gek Microsoft-sectie en FUT-kaartjes kopen. Logisch. Maar als je kijkt naar uh, juli en augustus hier, dan bijvoorbeeld als het gaat over Activision. Dit is zeker niet de slechtste maand. Voor niemand is het eigenlijk de, de, de slechtste periode. Hier ook. Het rode is EA. Van een kleine uh, neerdaling. Uh, maar hier blauw Ubisoft. Ook beter bijvoorbeeld weer dan de befaamde april uh, en maart en april. Dus ook hier kun je niet zeggen. Per definitie juli en augustus is gewoon vele malen slechter dan elke andere maand. Dus we moeten hier niet uh, onze grote releases aan uit, uh, in uitgeven. Heeft het dan, uh, ik wil nog meer bewijs, van dat jullie dus gewoon echt helemaal geen zin hadden in videogames. Uh, we hebben al gekeken, het kopen van games verschilt niet zoveel van andere slechte maanden, uh, waar wel AAA-releases in uitkomen. Uh, jullie in-game-purchases, dus jullie in-game-aankopen, verschilt ook niet zoveel. Sterker nog, is beter dan een aantal andere slechtere maanden, waar wel uh, grote games in uitkomen. Kijken jullie dan ook bijvoorbeeld minder streams? Ik bedoel, uh, ik vind dat toch wel redelijk gerelateerd aan, je, aan, aan elkaar. Ik kan me niet voorstellen namelijk dat je binnen gaat zitten en zegt: Van ik ga lekker in die game helemaal geen zin in. Ik ga namelijk gewoon op de bank liggen en ik ga streams kijken. Dat zou kunnen. Uh, nou, hier heb ik een overzicht van de Twitch Statistic en Charge. En dan zie je gewoon, uh, nou, vanaf 2015, je kan er gewoon overheen lopen. En dan ga ik gewoon even naar 2023 toe. En even kijken, nou, nee, daar zitten we natuurlijk nog niet. augustus. nou, zit ik hier bij jullie. Um, even kijken, maximum uh, 6.164.000 en als je dat dan vergelijkt met juni, waar ontzettend veel grote games uitkomen, dan zijn we daar alweer boven gegaan. En dat zie ik dus ook in 20, uh, tw uh, dit is juli en augustus, dat zijn deze twee maandjes. Nou ja, die zijn hier, augustus is zelfs een van de top maanden. Uh, wat is dit? Uh, dit is januari. Nou, er komen er veel nieuwe games uit. Dat is logisch. Uh, kijken we dan naar. Uh, even kijken. Nou, hier is het dan wat minder. Maar ook zeker weer niet slechter dan deze maanden. Dus ook hier kun je zeggen: er wordt niet wezenlijk minder gekeken naar gaming streams in juli en augustus. Dat is het ook niet. Het is. Um, jullie hebben best wel zin om gewoon uh, te kijken uh, uh, en te gamen. Ben ik even verder gaan zoeken, heb ik naar een, uh, een, een, een website uh, ben ik naartoe gegaan die uh, vooral uh, zich helemaal richt op die vervoeide spreadsheet managers en marketingmensen die de games aan jou moeten gaan lopen verkopen. En als je dan kijkt naar uh, dit artikel en dat artikel heet dan uh, When is the best time to release my game in 2023? Dit is natuurlijk niet zozeer gericht op die hele grote jongens, um, want ik kan me niet voorstellen dat Rockstar uh, en uh, bijvoorbeeld bij GTA moet gaan denken van oh fuck wanneer moet ik GTA 6 nou uit, uh, uitbrengen? Weet je wat? Ik ga naar een website toe om daar een tip te krijgen. Die denk ik dat die dat wel redelijk weten. Maar goed, dan toch en dan komen ze uiteindelijk naar een heleboel gebla bla 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 uh, waar ik je eventjes uh, niet mee ga vermoeien. Uh, dan zegt hij en hier staat dat we have pinpointed March August en September is the three quietest months in terms of events, sales en other game releases. Dus um, daar wordt het minst in uh, gedaan qua events en, en releases. Een beetje raar, want de Gamescom zit daar wel in. Wat toch een van de grootste evenementen is, maar goed. Um, dus dat is een ideale maand om jouw game neer te zetten. Eh. Uh, het probleem wat je dus steeds hebt, is dat iedereen dat in november, december of in februari doet. Dan staan al die games bij elkaar. Dan word je compleet. Uh, iedereen parasiteert als het ware op elkaar. Want je hebt het geld in november heb je maar één keer. Je kan niet dat twee keer uitgeven. En dus is het heel weird als je dus eigenlijk een beetje. Kunt bewijzen, kunt laten zien dat gamers wel degelijk games kopen. Dat gamers wel degelijk streams kijken. En dus geïnteresseerd zijn. Uh, uh, om game streams en dus nieuwe games uh, te bekijken. Dat ze wel degelijk ook in-game purchases doen. Dus geld hebben ze wel er weinig triple A's uitkomen... dus er is minder co concurrentie van een andere... waarom dan niet een aantal partijen denken... oké, okay, laten we dat dan maar dan gaan doen. Ze doen het dus niet. Ze kijken allemaal een beetje naar elkaar... en ze zeggen... Um, oké, okay, game... Ja, ja, bedoel, als jij het niet doet... Nou, dan, zal, dan zal er wel een reden zijn, dan doe ik het ook niet. Dat is een beetje het gevoel wat ik heb tot nu toe. Um, toen ben ik even een beetje gaan kijken... Uh, van uh, oké, okay, wat, wat kan je dan zien... Hoe, uh, wat we gemiddeld gamen per dag, nou daar is een gemiddelde van. Maar ook hebben ze toch wel redelijk recentelijk, en dat is een uh, studie uh, van ExpressVPN, uh, die gaven aan dat door, eigenlijk door het hele jaar heen gamers elke dag tussen de twee en vier uur aan gaming besteden. Dus a year around. Het gemiddelde dan, dat is dan over het hele jaar, is ongeveer acht en half uur per week. En dat is een gemiddelde, hè? Dus dan heb je de casual gamer en de hardcore gamer. Er wordt dus wel gegamed. Ook hier kun je niet aan, aan zeggen. Dus, maar in de zomermaanden wordt er gewoon veel minder um, gegamed. Dus hoe komen ze dan tot die conclusie? Dan, we moeten het niet doen in juli en augustus. Uh, overigens, even een heel leuk uh, weetje, die ik dan. Toevallig uh, er ook dan nog weer bij uh, zag toen ik bezig was met ja, hoeveel gamer gamers dan gemiddeld. En het is best nog wel moeilijk te vinden hoor. Want het is niet dat daar heel specifieke onderzoeken naar zijn gedaan. Maar toen kwam ik bij dit artikel van Forbes. Over het algemeen toch wel redelijk goed ingevoerd. Daar werken wel uh, redelijk goed ingevoerde en kwalitatief hoogstaande uh, journalisten. En uh, die hebben uh, uitgevonden. Uh, even kijken hoe lang je dus eigenlijk. Uh, um, ja games in je leven en um, dan komen ze dus op de conclusie based on data gathered from 800 games around the world players spend 8.6 hours per week playing video games roughly uh, equating to 1.2 hours a day presuming this is consistent that's two and a half weeks each year and 2.8 years across the standard lifetime uh, around 4% of our time in Earth dus ongeveer uh, ik ga, als ik dus inderdaad zo ergens tussen de 75 en de 80 ga worden, uh, ga ik dus tussen de 2,8 en 2,8. En, en ik kwam ook nog een andere studie tegen, die had het over 3,4. 2,8 of 3, punt, uh, tussen de 2,8 en 3,5 jaar van mijn leven vergame ik dus, als het ware. Nou, als je dan weet dat je de helft van de tijd ook nog slaapt uh, en geloof ik ook nog een tiende uh, bezig bent met eten, dan. Ja, blijft er niet heel veel tijd over. Maar goed, feitelijk is, we gamen dus het hele jaar door, ook in juli en augustus. En waarom dan toch in juli en augustus niks in de markt zetten? Of zo weinig? Um, en dan moet ik een beetje. Um, ik heb gezocht en gezocht, maar eigenlijk heeft niemand daar nog het exacte antwoord op gegeven. En zou ik dat eigenlijk dan ook eens een keer. Echt moeten gaan vragen. Alleen het probleem is: als ik dingen vraag aan uh, Purpose, dan moet het sowieso anoniem. Want anders gaan ze er geen antwoord op geven. Omdat, ja, uh, ze willen natuurlijk geen geheime prijs geven. Dus moet ik een beetje gaan spe speculeren. Um, een van de dingen die natuurlijk zo is, is uh, de vakantie. Uh, niet zozeer dat je op de vakantie geen game speelt. Maar de mensen in de industrie gaan ook op vakantie. En. Dit heeft er wel degelijk mee te maken, want ik weet, um, daarvoor loop ik lang genoeg mee, dat uh, mensen die marketing doen bij een publisher en dus verantwoordelijk zijn voor het verkopen van de games, die zijn best wel gelimiteerd aan de periode dat zij op vakantie mogen. En dat heeft er alles mee te maken dat vanaf september is het. Alle hands aan deck. September, oktober, november. Dat zijn de maanden waarin de meeste games worden uitgebracht, de grote games worden uitgebracht. Dus dan moeten trajecten aan. Die begin je eigenlijk al eind augustus, september, Gamescom. Dan gaat dat allemaal lopen. Die mogen dus niet um, in augustus bijvoorbeeld uh, op vakantie. Die moeten dat eerder gaan doen. En eigenlijk is zie je dus dat heel veel van die mensen gaan in juni op vakantie of in juli op vakantie. En als ze op vakantie gaan dan kunnen ze ook geen pariër trajecten doen. Uh, er is altijd wel iemand aanwezig. Maar grote titels hebben gewoon meerdere mensen nodig. Op het moment als bewijs van spreken uh, um, Activision de nieuwe Call of Duty gaat uitbrengen. Dan mogen in die pak en één tot twee maanden voor release. En misschien een maand na release heb je toch echt wel een probleem. Als je lang op vakantie wil. Een dagje vrij geen probleem. Maar twee weken op vakantie wordt niet heel erg op prijs gesteld. Het is gewoon te druk. Dat kan een reden zijn dat ze toch denken van oké, okay, uh, want een, game, een grote game in de markt zetten zonder echt een PR-traject er aan vast en een evenementje, dat soort dingen, dat wordt heel gemogelijk. Komt ook nog eens bij, wat doe je meestal in de tijd, in de periode voordat een game uitkomt, en dat is meestal een maand, anderhalve maand. Als je dan kijkt naar eind augustus, dan zit je dus in juli. Uh, dan doe je persevenementen, dan laat je journalisten overkomen. Uh, dan laat je ze de game spelen. Uh, dan st stuur je trailers uit om in items te verwerken. En wat doen journalisten en wat doen uh, mensen die in de game media werken? Die gaan ook op vakantie. Want je kinderen gaan op vakantie. Dus juli, augustus. Dan weet je ook als PR-department, ja, ik kan wel een evenement mid-juli gaan doen, maar echt. No fucking way dat daar iemand maar op afkomt. Want uh, ja, dan krijg je dus dat we vakantie hebben. En dat kan ik alleen maar uh, onderschrijven. Want ik heb daadwerkelijk een aanbod en twee aanboden voor trips. Bijvoorbeeld ergens in augustus. En dan is het best wel lastig om mensen te krijgen. Want heel veel mensen hebben gewoon vakantie. En we gaan altijd met meerdere mensen. Dat kan dus ook mee uh, te maken hebben. Dan kwam ik ook nog achter iets van. Uh, Moraliteit. Um, ja, dat klinkt heel erg flauw hoor. Maar ik zat een beetje te zoeken over... Kon ik vinden van... Uh, wordt er nou meer gegamed in de zomer of minder ten opzichte van die andere maanden? Dus toetste ik gewoon in Google... Uh, playing video games in de summer. Dat is gewoon iets wat ik intoetste. En in welke volgorde ik ook zei en met andere woorden... Ik krijg in één keer... Eigenlijk al voor het grootste deel dit soort dingen. Uh, how long should uh, you let your games on video games in the summer? Um, is it okay to play video games in the summer? Uh, what to do during summer break instead of gaming? Uh, playing video games all summer won't make you feel worse. My son spent the whole summer playing video games. Is your teen spending too much playing video games during the summer? Um, even kijken. Nou, hier. Summer vacation Tips for Parents. Getting the most out of your holiday. Omdat, als ik gewoon om, om me heen kijk. En uh, ik ben vrij goed in om me heen kijken. Want dat is iets. Als journalist heb ik me dat aangeleerd. Uh, vroeger. Uh, als ik naar. Uh, en ik ga vaak naar een resort waar veel kids natuurlijk ook zijn. En pubers dus ik zie ze de hele dag op die fucking mobile zitten. Of op die laptops gewoon. Uh, games zitten te spelen. In plaats dat ze in het zwembad zitten. Dus ze gamen wel. Zou het ook niet zo zijn uh, dat er is een issue met gameverslaving? Die issue is er gewoon. Uh, of het wel of niet terecht is, daar ga ik het hier vandaag niet over hebben. Maar de gamesindustrie heeft daarmee te maken. En de gamesindustrie is erbij gebaat om uh, dat stigma wat er hangt rond games en verslaving niet... Erger te maken dan het misschien nu al is. Hè? Games en verslaving, games en geweld. Dat zijn twee van die dingen. En games en obesitas. Altijd worden games erbij getrokken. En als gamesindustrie kun je niet al te veel doen. Je kunt niet het hele jaar zeggen we dan brengen we gewoon geen games meer uit. Is het probleem opgelost? Dat, dat, dat maakt geen sens. Maar wat ze wel kunnen doen is op het moment dat het eigenlijk moreel gezien geen sens maakt om mensen binnen te houden. Namelijk in de zomer als kinderen vakantie hebben en jongeren vakantie hebben... en eigenlijk logischerwijs buiten zouden moeten spelen... Uh, om dan je grote games uit te brengen... weten we dat dat jongeren en kids juist weer naar binnen gaat halen. Omdat de aantrekking van kracht, en dat zie ik echt op vakantie... is fucking groot. Ik bedoel, iedereen zal het meegemaakt hebben. Jengelen de kids. Als je aan het dineren bent of het lunchen bent... Pa, maar probeert wat. Gebeurt niks. Pa, maar haalt de laptop de, de iPad eruit. Of de mobile of de Switch. Geeft aan die kids stilte. Gaming heeft dat effect. Kinderen, jongeren, ik ook. Uh, ik neem de Switch mee. Maar ik maak wel duidelijke afspraken uh, met mijn vriendin. Dat ik niet de hele dag onder een palmboom ga zitten gamen. Maar dat ik ook nog gewoon gezellige dingen doe. Boeken lees, zwemmen, cetera. Want als ik er eenmaal in zit, kom ik ook heel moeilijk weer uit. Het zou best ook wel eens kunnen zijn dat het voor gamesindustrie een beetje awkward aanvoelt. Een combinatie van moreel denk ik dat we niet full on ook uh, al onze grote games ook nog eens een keer in de zomer moeten gaan pushen, want dan krijgen we echt wel een probleem. Als ik zie dat zoveel ouders dus blijkbaar problemen hebben om hun kinderen van games weg te houden. Um, dat doen we dan wel van september tot en met juni. En juli en augustus laten we een beetje liggen. Daarbij Tel ik dan op het feit uh, uh, dat mensen ook op vakantie moeten, uh, die campagnes moeten op uh, opgestart worden, de, de media zelf is op vakantie, bij winkels zijn mensen op vakantie. Um, ja, dat maakt ervoor dat het, dat denk ik wezenlijke redenen zijn. Niet zozeer dat gamers geen geld willen uitgeven, niet zozeer dat gamers niet willen gamen in de zomer. Het zal wat minder zijn, maar zeker niet uh, extreem veel minder. Um, maar ja, goed. Uh, het is wat het is. Uh, juli en augustus, ook dit jaar, blijft een beetje een schrale maand. Uh, niet erg. We hebben natuurlijk gewoon de back catalog die we helemaal leeg kunnen spelen. Dus er is geen probleem. Maar ik vond het wel interessant om het eens een keer een beetje nader uit te zoeken. Ja.